Goedemorgen en welkom bij What I Eat in a Day nummer 3 of 4? 4, volgens mij 4. Hallo. Ik ga zo even ontbijten. En er staat vandaag heel veel lekkers op het programma om als eten te maken. Ook uitgebreide recepten. Dus ook wat uitprobeersels. Dus ik ben heel benieuwd naar wat jullie van deze What I Eat in a Day gaan vinden. Doe alvast een duimpje omhoog en dan kunnen we verder met de recepten die ik vandaag ga eten. Dit is de voorbereiding van mijn ontbijt. En dan denk je, wow, dat is veel. Maar eigenlijk komt het neer op havermout, lijnzaad, chiazaad, amandel, melk, ongezoet en agavesiroop. Als ik niet veel tijd heb, zoals bijvoorbeeld nu ga ik straks naar school, dus ik heb niet super veel tijd, dan maak ik altijd dit ontbijt. En havermout schijnt gewoon best wel gezond te zijn en dat is prima. En lijnzaad, dat is zeg maar, er zit ook omega 3 in en volgens mij ook omega 6. En dat is toch wel handig als je geen vis eet om die toch binnen te krijgen. Dus daarom neem ik die elke dag ongeveer een eetlepel voor mijn ontbijt. En chiazaad, ik weet eigenlijk niet meer waarom dit goed voor je is, maar ik doe het er gewoon bij. Dus ja, ik zal jullie laten zien dat het uitresultaat is. Zo, dan doe ik er altijd wat amandelmelk bij. Deze is van de Aldi, van Trader Joe. Maar je hebt ook van Alpro en die kun je gewoon bij de Jumbo en bij de Albert Heijn kopen. Maar deze was iets goedkoper bij de Aldi. Volgens mij ben ik ook echt een van de weinige mensen die ze havermout niet warm maakt. Daar heb ik gewoon geen zin en tijd voor en ik ben daar gewoon te lui voor. En daarnaast vind ik de structuur die het krijgt als het warm wordt een beetje papachtig. En ik hou echt niet van die structuur. Ik kan het gewoon niet handelen. Goed, dan heb ik dit. Dan roer ik het door. Dan doe ik er altijd wat agavesiroop over als het zo is. Maar ik zal je er wat over vertellen. Deze kun je gewoon kopen bij de Jumbo. Deze kun je kopen bij de Aldi. En deze kun je kopen bij de Action. En deze is met karamel aroma nog erbij. En deze zijn gewoon normale agavesiroop. Maar ik kies altijd eentje. Meestal maak ik er één per keer op. Dus nu is deze aan de beurt. Of als ik zin heb in karamel, dan doe ik die erbij. Dus ik twijfel nog. En vandaag gaan we terug voor karamel. Ik weet trouwens niet of ik het volhoud, maar ik denk dat ik vandaag ook gewoon ga zeggen hoe duur alles ongeveer is. In zo'n pak is ongeveer 1,30 euro. Dus per keer gebruik ik een klein beetje. Dus laten we zeggen, nou ja, 10 cent of zo gebruik ik per keer. Eén zak havermout is 39 cent, serieus. Ook bij de Albert Heijn en bij de Jumbo. Dus hiervan gebruik ik denk ik, nou, 5 cent per keer, dus dat is 15 cent. Lijnzaad, of chiazaad, ligt eraan waar je het koopt. Maar als je bijvoorbeeld bij de Action koopt, dan is het volgens mij 2 euro voor een hele pot. Daar doe ik best lang mee, volgens mij een half jaar. Met lijnzaad ook, dus iets van 8 euro doe ik ook een half jaar mee. Dat is echt heel veel. Dus ik denk dat ik ongeveer, nou, laten we zeggen van allebei 10 cent. Dus dat is 20. Dat is 35 cent. En dan agavesiroop ligt eraan waar je het koopt. Maar meestal is het ongeveer 1,50. En ook hiermee doe ik, denk ik, 2 maanden. Best lang. Dus ja. Laten we zeggen, ook weer 10 cent per keer. Dus dan is mijn ontbijt ongeveer 45 cent per keer. Ja, en dan wil ik zo een beetje bijhouden hoeveel mijn ontbijt ongeveer kost. Want mensen vragen zich wel eens af of vegan leven, zeg maar, duurder is. En ik zal vandaag gewoon even bijhouden wat mijn maaltijden kosten ook. En dan kunnen jullie misschien ook vergelijken van, nou ja, hoe duur zou dat zijn vergeleken met mijn vleesmaaltijd of mijn maaltijd vol met kaas of wat dan ook. Dus ik ga weer verder met eten. Goed verhaal. Oké, ik ga iets uitproberen. Ik heb dit naambrood gekocht bij Markt met een Q. Mundo heet het. En het is vegan, as you can tell. En dit is maanbrood met knoflook en koriander. Waar stond het ook weer? Oh, hier. Knoflook en koriander. Ja. En daarop ga ik in de oven vegan kaas smelten. Ik heb nog nooit vegan kaas gegeten. Dus ik ben best wel benieuwd. Want ik hoorde ook wel eens op site dat het naar plastic smaakte. Dus daar ben ik wel een beetje huiverig voor. Maar deze is van Wilmers Burger. Dat is een bekend vegan kaasmerk. Vegan. En is cheddar stijl. Dus ik denk, het staat er niet duidelijk op, maar ik denk dat hij kan smelten. Dus ik ga hem erop leggen in de oven. En dan hoop ik dat hij smelt. En dan hoop ik dat ik een beetje een soort kaasvervanger krijg. Ik ben echt heel erg benieuwd. Want
Ik geloof ergens niet dat vegan kaas echt 100% naar kaas kan smaken. Maar ik ben wel heel erg benieuwd. En ja, we gaan het zien. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat. 8 minuten op 180 graden. Maar je hebt hem 200 graden gezet, want ik heb geen gedeeltes. Ah. Ik proefde net een los stukje. En ik vind het echt moeilijk veel naar kaas maken. Ja, Jeffrey niet. Maar Jeffrey is raar. Jij probeert gewoon de boel te saboteren. Het smaakt echt eng veel naar kaas. Ja. Ik ben heel benieuwd. In de oven glom de kaas zeg maar al een beetje. Want het gebeurt ook met echte kaas die bijna gaat smelten. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet eens wist of deze kaas zeg maar warm mocht worden. Maar ik weet het niet. Het is niet echt gesmolten, maar het is wel... Hij glimt. Ik ben heel benieuwd hoe dit smaakt. Het is lekker. Ik ben heel blij. Nom 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 nom. Niet lachen jij. Maandbrood met tomaten. En cheddar cheese in de oven straks. Et voilà. De kaas is wel anders dan normale kaas, zeg maar. Je ziet dat hij anders reageert omdat hij hier een soort van luchtbobbeltjes krijgt of zo. Ik weet niet. Maar ik vind het wel heel lekker uit. Nou, ja, hij is op. Ik moet zeggen, ik vind hem echt best wel geslaagd. Ik vind hem wel smaken naar kaas. Ook al vind Jeffrey van niet. Maar Jeffrey is gewoon een pretbederver. maar in ieder geval, ik hou zelf nooit zo van kaas. Daarom zal ik deze misschien niet nog een keer kopen, maar ik wilde hem gewoon uitproberen omdat ik heel erg benieuwd was hoe die was. Hij smelt niet hetzelfde als kaas, maar dat lijkt me ook best lastig om na te maken. Maar verder vind ik het wel echt gewoon kaas. Dus mocht je heel erg een kaasfreak zijn en je wil de vegan variant proberen, dan raad ik deze wel aan. En toen ging ik een sinaasappel eten. Ik heb de helft erop, maar nom 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 nom. Ik had het helemaal niet laten zien, maar ik heb nou 2 kleine stukjes van deze chocoladereep genomen. Het is puur van verkade. Maar ik vind zelf, ik kan puur wel waarderen. Maar ik vind super erg puur vind ik niet altijd even lekker. Daar moet ik echt voor in een bui zijn. En hier zit maar 54% cacao in. Hij stelt niet scherp, maar geloof me maar 54% cacao. Waardoor die best wel nog smaakt naar melkchocolade. Dus ja, dit komt echt, denk ik, het meest in de buurt van melkchocolade. Als je naar normale pure repen gaat. Dus deze vind ik heel erg lekker. En is een aanrader. Ik ga nu een nieuw recept proberen. Ik heb het een beetje half zelf bedacht. Maar ook een beetje vanuit een restaurant waar ik met Emilia heb gegeten. Het was super lekker namelijk. Ik ga een soort lasagne maken van aubergine en courgette. En nog wat groenten die ik nog over had in de koelkast. Met heel veel tomatensaus. Dus ik ga alvast de saus maken. Tomaten in blokjes. Deze waren echt super goedkoop. Hoe duur waren ze ongeveer? Ik denk een paar cent. Ik heb trouwens helemaal niet gezegd hoe duur het middageten was. Weet je dat ik dat eigenlijk niet eens weet? Volgens mij dat maanbrood was iets van 2 euro. En die kaas was ook iets van 2 euro. Dus dat was dan wel wat duurder. En die tomaten waren 10 cent per stuk of zo. Dus ja, ik denk dat het lunch wel duur was. Iets van 5 euro of zo. Gaat goed? Ja. En dan deze zijn iets van, nou, dat zijn 30 cent per stuk. Dus ik ga nu de saus maken met dit en heel veel kruiden erbij. En als ik de saus klaar heb, dan is het eigenlijk alleen maar de courgette en de aubergine in plakken snijden. Die op elkaar leggen als lasagne, zeg maar. En in de schaal doen. En dan de oven in. En dan doe ik er wat edelgistvlokken over. Dat was 5 euro voor een hele bus. Maar ik gebruik maar een heel klein beetje, dus een paar cent, denk ik. Dat zorgt voor de kaassmaak. Dus dat ga ik nu even doen. En ik zal jullie straks laten zien als de saus klaar is. Ik weet dat het er niet smakelijk uitziet, maar uitje en knoflook erbij. Ik ga er nu kruiden doorheen doen. Heel veel bruschetta. Dit komt van de Xenos. Dit is echt magisch spul. Echt, doe dit door je pizza saus of pasta saus. Het is echt geweldig. Peperzout. Himalaya zout is beter dan normale zout. Is minst bewerkt. Italiaanse kruiden. En cayennepeper voor een beetje pit. Niet te veel hiervan bij doen, want dan ga je echt... ja. Best wel dood, denk ik. Tenzij je een Aziat bent. Wat? Hashtag lazist. Lazist. Grapje, jongens. Dit kan niet, dit kan niet. Maar ik ga dit nu even door elkaar roeren en dan met de kruiden erbij. En dan wordt het een lekkere saus, hoop ik. En dan zie ik jullie zo weer. Ik heb nu de aubergine in plakken gesneden. En dat ga ik waarschijnlijk misschien ook met de courgette doen. Ik weet nog niet hoe ik uitkom.
Maar dit zijn dus zulke plakken, zeg maar. En die ga ik dan straks zo erop leggen. En daarbovenop komt, daaronder komt dan saus. En daarbovenop ook weer. En dan denk ik met spinazie en wat groenten die ik nog over had. En dit laag ik dan zo op als een lasagne. En dan, dan kan het de oven in en dat wordt mijn lasagne. Dus het is natuurlijk geen echte lasagne, maar het is wel... En ik mag normale lasagnebladen mag ik ook wel eten hoor. Maar ik hoorde wel dat het... ik heb gelezen dat eigenlijk niet... Zeg maar dat wij best wel veel koolhydraten eten. Wij eten best wel veel pasta en rijst en dat soort dingen. En dan viel er één op de grond. En ja, het is soms ook wel goed om het is wat minder te doen. Dus ik was gewoon benieuwd naar dit recept. En let's go. Ik hoop trouwens dat ik genoeg saus heb. Maar let's go. Wow. Ik denk dat ik met de saus in totaal uitkom op 60, 70 cent. En deze was dan 1 euro nog wat. Dus laten we zeggen dat we samen 2 euro kwijt zijn voor dit. En dan nog wat groenten die ik over had. Ja, ik denk dat je in totaal klaar kan zijn met alleen maar groenten voor... Met die courgette erbij dan voor... Ik denk dat dit echt een maaltijd is van 3 euro. De kruiden moet je al in huis hebben dan. Ik denk echt, dit is gewoon een maaltijd van 3 euro. Cheap ass. Zo, de groenten die ik nog over had. En laten we er toch een iets duurdere maaltijd van maken. Dit is optioneel. Voor 4 euro denk ik in totaal dan. Doe ik er nog wat spinazie. Leg ik er gewoon als soort dakpannetjes op. En dan weer een laag saus. En dan weer courgette of aubergine. En dan... ik ben heel benieuwd. Dit is gewoon een probeersel. Ik zie wel hoe het verder uitziet. Et voilà. En hier weer een laag saus op. En dan aubergine. Dit is echt wel de laatste laag. Want ik hoop dat hier nog überhaupt tomatensaus bij past. En zoveel heb ik eigenlijk niet eens. Dus ja. En dan doe ik er denk ik nog voor de sier wat losse tomaatjes op. En een beetje spinazie. En dat is het. Dus dan, en dan kan die de oven in. En ik bedenk me ineens dat ik de courgette helemaal niet eens gebruikt heb. Dat kon ik bijna niet. Omdat het gewoon al vol was. Dus als je ook zo'n kleine bodem maakt. Dan is het eigenlijk... Toch weer 3 euro zonder de courgette. Ja, 3 euro. Yeah. En die final result met wat edelgistvlokken. En deze gaat de oven in. En ik weet eigenlijk niet voor hoe lang. Maar ja. En in de tussentijd gaan we wat chips eten. Want ik heb hier best wel trek. Cassave kroephoek. En deze was volgens mij 1,30 euro of zo. Dus ja. Yeah. En het eindresultaat. Ik ben heel benieuwd of hij zo goed is. En ik zal zo een stukje op mijn bord laten zien. Oh, ik heb net al een stuk op. Dat is heel erg lekker. Alleen zou ik de aubergine van tevoren misschien grillen. Die is misschien nog iets te hard. En hij heeft 30 minuten in de oven gestaan op 200 graden. Dus mocht je het ook willen maken. En ik heb wel een beetje soep over of zo. Ik had er nog een klein beetje water bij gedaan omdat ik te veel saus had. Of te weinig saus had. Maar ik zou er geen water bij doen. Dus ik ga nog een stuk nemen. Ik vind het heel lekker. En zo is het op mijn bord. Ik ga nu nog een vlog editen. Ik denk niet dat ik veel meer ga eten eigenlijk. Ik hoop dat je het in ieder geval leuk vond om te kijken naar deze What I Eat in a Day. En ook erbij te zien hoeveel dingen kosten. Als je dit nou vaker leuk vindt of vaker wil zien. Dan moet je even in de reacties achterlaten. Dan weet ik dat je het leuk vindt. En ook als je een duimpje achterlaat weet ik dat deze video goed bevallen is. Dus heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!